is helemaal gemaakt in het kader van Cinesu Talent. Ja, dat klopt. Dan heb je eigenlijk maar een budget van 2.500 euro. Dus waarom wil je dan eigenlijk zoiets? Ja, omdat het juist omdat het niet kan. Omdat het niet lukt, omdat je in Zuid-Limburg zit en niemand Russisch spreekt. Niemand de cosmonauten dingen heeft en nergens een plaats voor is. En dan ga je juist doen. Mijn film Misha die gaat over een jonge cosmonaut, Russische cosmonaut, die de eerste ruimtereis maakt vanuit de Sovjet-Unie. En waar het hem vooral om gaat, is niet om een held te zijn, maar om zichzelf te bewijzen tegenover zijn vader. En daaraan denkt hij terug tijdens zijn vlucht naar de ruimte. Als je zegt, we maken een cosmonautenfilm in Zuid-Limburg, dan denkt iedereen, nou, dat gaat je niet lukken. Zeker niet als je zegt, de setting wordt jaren 60, Sovjet-Unie, forget it. Maar juist dat hebben we nagestreefd en we zijn er juist voor gegaan om dat wel te doen. Om er een science fiction van te maken in Zuid-Limburg. Ik had de eer om dat mooie cosmonautenpak te lopen de hele tijd. En dat was, op zich zag dat er best toe uit, maar het was ook best wel zwaar. Want ik had een hele zware koffer op mijn rug. En die mocht er niet af bijvoorbeeld tijdens de film. Ik denk dat we gewoon met z'n allen echt wat aparts wilden laten zien. En een film over Rusland, een Russische cosmonaut, ja, dat verwacht je natuurlijk niet als je hier in het zuiden filmt. En ik denk dat dat wel een van de redenen is geweest waarom we dit hadden willen doen. Dit is gewoon iets totaal anders, dit is totaal, iets wat je totaal niet verwacht. En dat was eigenlijk ook wel het leuke eraan. Ik denk wel het apartste moment is toen we in Maastricht ook op de Kunstacademie gefilmd hebben. We hebben eigenlijk in een soort van betonnen bunker gefilmd, zo leek het wel, bij het gebouw zelf. En daar stonden we te kijken naar het pak, het astronautenpak, wat eigenlijk de broer van Misha, wat straks ook in de film te zien is, zal gaan dragen. En ik sta er dan eigenlijk ook bij en ik kijk vol jaloezie eigenlijk. Hoe mijn broer dan de ruimte in gaat en ik niet. Dat vond ik wel een aparte scène. Dat was ook heel emotioneel. Bovendien, als ik het terugzie in de film, hoe die locatie omgevormd is, ja, die herken je helemaal niet meer terug. En dat is heel mooi. Ja, ik kan het bijna niet opschrijven.